Hoe zorg je ervoor dat voedsel op een veilige en duurzame manier verpakt wordt? Rick Valk van Thermal Process Systems voorziet de levensmiddelenindustrie van machines en kennis. Levensmiddelen moeten langer houdbaar blijven, althans dat is gewenst. Nou, dat is belangrijk dat het op een homogene manier gebeurt en natuurlijk energiezuinig. Om producten langer houdbaar te houden op een juiste wijze, moet je die producten pasteuriseren of steriliseren. Op het moment dat het niet op de juiste manier gebeurt, dan heb je kans dat het in het beste geval het product bederft en in het slechtste geval mensen ziek worden. En dat wil je niet. Nou, achter mij staat een autoclaaf en deze autoclaaf zorgt voor een homogeen sterilisatieproces. Het bijzondere is dat je de stoom circuleert. Dus er wordt stoom geïnjecteerd en de ventilator hier die zorgt dat dat homogeen in de kamer wordt verdeeld. Die stoom zorgt dat er een verwarmingsproces plaatsvindt waardoor bacteriën en sporen worden afgedood en deze het product niet meer kunnen bederven of mensen niet meer ziek kunnen maken. Klassieke systemen die werken met het beregenen met water, dat houdt in dat er toch een temperatuurverschil kan ontstaan waardoor het product niet goed gesteriliseerd is. En bovendien kost het opwarmen van het water ook veel energie. Nou, de machines worden gemaakt bij onze partner in Frankrijk. Zij zorgen dat dat topkwaliteit machines zijn. En wij zorgen voor verdere zaken rond het project, de engineering, of je recept in orde is. Eigenlijk alles om het maximale uit je machine te halen. Het resultaat moet zijn dat je een veilig product hebt, goed van smaak en goed van kleur. Want niemand wil een tomatensoep die donkerbruin is en smaakt naar bonen. In de nieuwe economie moet je reactief zijn en ondanks alle digitale mogelijkheden zorgen dat je goed contact houdt met je klanten.